het einde van de zaal niet zien, zo vol zit het. Lieve vrienden, gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! En het allerbeste aan jullie en al wie jullie lief is. Het afgelopen jaar was pittig, dat zullen jullie wel gemerkt en gevoeld hebben. 2018 wordt ook pittig. En na de afgelopen week zal ik jullie daar vast niet van moeten overtuigen. Beste vrienden, pessimisten zeggen dat het vroeger beter was. Optimisten zeggen dat het beste nog moet komen. En het was Charles Dickens die zei: "It was the best of times, it was the worst of times." Elke medaille heeft twee zijden. Elke medaille heeft twee zijden. We leven in tijden met ongekende mogelijkheden, maar tegelijkertijd met hele grote uitdagingen. Klimaatverandering, globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur. En op elk van die uitdagingen is er een antwoord. En het begin van dat antwoord wordt elke dag al gegeven. Je zag het daarnet in het filmpje. Je hoort het op de radio, je leest het in de krant, je ziet het passeren op sociale media. Het begin van elk antwoord, lieve vrienden, het begin van elk antwoord is je eigen stem. En die stem laten horen. Alleen, alleen of met velen. En het afgelopen jaar gingen er heel veel stemmen op. Zoveel stemmen dat je ze niet kan negeren. De roep van de samenleving klinkt steeds luider. De roep om gelijke kansen. De roep om met meer zorg en respect om te gaan met elkaar. De roep voor een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. De roep voor meer en betere jobs. De roep voor een echte aanpak van de klimaatverandering. De roep voor echte verandering. En elke stem die zich laat horen, lieve vrienden, elke stem die zich laat horen, die is waardevol. En ik wil vandaag drie van die stemmen vandaag met jullie delen. En de eerste is Hafsa. Zij schreef de mooiste nieuwjaarsbrief van Gent. Ja, toevallig staan jullie daar. Ik wist dat echt waar niet. Gent staat daar, beste mensen. Onder andere daar. De nieuwjaarsbrief van Hafsa. "Ik wens jullie een jaar met minder harde woorden," schreef ze. Mensen zijn verschillend, jong en oud. Maar we zijn allemaal op zoek naar liefde en erkenning. Dat hebben we gemeenschappelijk, ook in moeilijke tijden. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. We moeten ons laten leiden door wat ons bindt in plaats van wat ons verdeelt. Woorden kunnen meedogenloos hard zijn. En ik kan ervan meespreken. Als klein meisje bij de bakker toegezist worden dat ik nog wel even kan wachten omdat mijn ouders toch niet werken. Of later op zoek naar een woning, bellen met mijn eigen naam, de woning is verhuurd, bellen met die van mijn partner en dan toch 9 op de 10 keren mogen komen kijken. Je kan het wel raden. En wat het hardste bijblijft, is dat gevoel van onmacht. Omdat je weggezet wordt als minderwaardig. Louter omwille van je naam, omwille van je afkomst. Beste vrienden, racisme en discriminatie weeg je niet zomaar weg. Daar is meer voor nodig dan mooie woorden. Het is tijd voor daden. Het is tijd voor daden. En net daarom pleiten wij voor de invoering van praktijktests in heel Vlaanderen.
op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt. En niet de lege doos van de mystery calls, zoals de meerderheid soms wil verkopen. In Gent en Brussel zijn echte praktijktesten al ingevoerd en ze werken. Die steden durven de problemen benoemen en durven ze daarna ook gewoon aanpakken. Het is tijd dat de politiek toont aan welke kant ze staat. Aan de kant van zij die de verdeeldheid zaaien of aan de kant van de slachtoffers. Of het nu gaat om seksisme, homofobie, antisemitisme of racisme. Het is tijd dat iedereen een eerlijke kans krijgt om te wonen en te werken waar ze willen. Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, wat je gelooft of hoe je eruit ziet. Het is tijd voor een menselijker beleid. Ik kan niet overal tegelijk zijn, sorry. Beste vrienden, de roep om een menselijker beleid klinkt luid. De noodkreet om een eerlijker beleid klinkt minstens even luid. En een paar weken geleden liet Nele haar stem horen. Wij trekken aan de alarmbel. We uiten een noodkreet niet omdat we willen stoppen, niet omdat we willen opgeven, maar omdat we vooruit willen. Omdat we willen vechten voor elk kind. We zouden graag op straat komen, ogen, actie voeren. Maar we doen dit niet. Want een dag zonder leerkrachten is weer een dag waar kinderen de dupe van zijn. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Nele is een van die 100.000 leerkrachten die zich met hart en ziel inzetten voor onze kinderen. Het M-decreet is een nobel en een uitstekend idee. Maar je kan niet extra taken en opdrachten geven en dan zeggen, trek uw plan. Dan loopt het fout. Terwijl er miljarden worden uitgegeven aan nieuwe gevechtsvliegtuigen, aan salariswagens, moeten onze leerkrachten en leerlingen het zonder de noodzakelijke middelen zien te rooien. En dat is niet eerlijk. En net daarom pleit Groen voor extra helpende handen in onze klaslokalen. Om aan elk kind goed onderwijs te kunnen geven. Het is tijd dat de politiek toont aan wiens kant ze staat. Aan de kant van zij die denken dat ons onderwijs een fabriek is, of aan de kant van de leerkrachten die zich elke dag voluit willen geven. Het is tijd dat elk kind de kans krijgt om zich voluit te ontplooien dankzij de leerkrachten die hen daarin kunnen ondersteunen. Het is tijd voor een eerlijker beleid. Lieve vrienden, het kan menselijker, het kan eerlijker en het kan gezonder. Het kan gezonder. En Guinevere beschreef het treffend. Mijn zoon en ik, stil naast elkaar voor het rode licht, in een donkere CO2-dampende ochtend. Naast onze lijnbus of zo'n nerveuze witte camionet, zij gepantserd daarboven, wij hier beneden in onze weerloze fluohesjes. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. We herkennen het allemaal. Vlaanderen, beste vrienden, Vlaanderen is vandaag de roetlong van Europa. De meest kwetsbaren in onze samenleving, zij die heel jong zijn of heel oud, die ziek zijn of arm, zij zijn de eerste slachtoffers van die ongezonde lucht. En het meest gehate meubelstuk, ik kan ervan meespreken, het meest gehate meubelstuk in mijn huishouden, en ik zeg meubelstuk, niet met toeval,
was jarenlang de aerosol van mijn kinderen. Mijn kinderen zijn nu wat ouder. De aerosol is weg, maar helaas alleen maar om vervangen te worden door een puffer. En in mijn omgeving zie ik baby na baby, kind na kind, met exact hetzelfde fenomeen. Aerosol en puffer. In zoveel huishoudens waar allergie en astma vaste prik zijn geworden. Beste vrienden, gezonde lucht is een recht voor iedereen. Gezonde lucht is een recht voor iedereen. En vandaag pakt elke gemeente, elke stad die bezorgdheid op haar eigen manier aan. En dat is vreemd, want nochtans stopt de bezorgdheid om gezonde lucht en gezonde lucht zelf. Het hele debat daarover niet aan de grenzen van een stad of gemeente. En daarom pleiten wij ervoor, om van heel Vlaanderen één grote lage emissiezone te maken. Om van heel Vlaanderen één grote lage emissiezone te maken met dezelfde regels, dezelfde kaders en met duidelijke investeringen in de alternatieven, ook voor zij die een kleine portemonnee hebben. Maar dat is niet alles. Buiten komen is al lang niet zo gezond meer. Niet alleen door de vuile lucht, maar ook door de gevaarlijke wegen. Fiets maar eens met uw kinderen naar school 's morgens in de spits. Of terug naar huis na een vuif 's nachts langs verlaten wegen. Op fietspaden die amper zichtbaar zijn. Met naast u voortzoevende auto's. En dus is dit ook een appel aan elkaar. Wie 50 km per uur rijdt in een zone van 30 km per uur, die wint daarmee op een traject van 5 km 1 minuut. 1 minuut. Geen enkele tijdswinst is een mensenleven waard. En iedereen, elk van ons, iedereen moet doordrongen zijn van het belang van veilig verkeer. En ja, na woorden moeten daden volgen. En dus moet de pakkans omhoog. Bestuurders die steeds hervallen, moeten strenger worden aangepakt. Het is tijd dat de politiek toont aan wiens kant ze staat. Aan de kant van de vervuilers en de wegpiraten of aan de kant van die kwetsbare en zwakkere weggebruikers. Het is tijd voor jawel een gezonder beleid. Menselijker. Eerlijker. Gezonder. Menselijker, eerlijker, gezonder. Hafsa, Nele en Guineveere. Zij lieten hun stem horen. En daarmee gaven zij het begin van een antwoord op de uitdagingen in onze samenleving. Door problemen te erkennen en te benoemen. Door verontwaardiging om te zetten in actie. Door te kiezen voor wat werkt. Dat is ook hoe Groen aan politiek doet. Wij kiezen voor wat werkt. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange. Groen doet aan politiek. Niet alleen voor één groep, maar voor het welzijn van iedereen. En lieve vrienden, Groen doet aan politiek niet omwille van de perceptie, maar omwille van het perspectief dat we creëren. Groen doet aan politiek niet omwille van de perceptie, maar omwille van het perspectief dat we creëren en de hoop
die we mensen daarmee geven. Het is dat perspectief. Het is dat perspectief dat we als Groene Partij steeds naar voren schuiven. Een perspectief op een eerlijker, menselijker en gezonder beleid. Beste vrienden, er is nood aan een nieuwe koers voor dit land. Want als er iets is dat wij delen, dan is het de overtuiging dat het anders kan en dat het beter kan. Menselijker, eerlijker, gezonder. Wij zijn de motor van een nieuwe politieke inhoud en stijl. Eén waarin we met respect met elkaar omgaan, ongeacht je afkomst of achtergrond. Eén waarin we welvaart delen. Eén waarin we zorgen voor elkaar. Dan krijgen we waar we allemaal naar verlangen. Dan krijgen we die samenleving waar we op hopen. En we zijn met steeds meer. Dat voel je overal en vandaag ook. Ik heb daarnet de rijen gezien die stonden aan te schuiven. Dat is hartverwarmend. Dat is echt waar. We komen op een record aantal plaatsen, op 15% meer dan 6 jaar geleden. We hebben net ons 10.000ste lid verwelkomd en ons 10.001ste. En elke dag zijn er mensen die zich aanbieden om als vrijwilligers de schouders mee onder de campagne te zetten. Onder die nieuwe koers die ons land echt zo nodig heeft. Want er is zoveel talent en er is zoveel mogelijk. En dat enthousiasme, dat motiveert ons alleen nog maar om nog harder te gaan werken. Om dat perspectief te creëren waar Vlaanderen en Brussel naar snakken. En om het met de woorden van Leonard Cohen te zeggen, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Het is door de scheuren en de barsten dat het licht zich naar buiten wringt, naar buiten sijpelt. Dat is zo in een winters wolkendek, dat is zo in onze samenleving. En het is aan ons om dat licht te koesteren en te versterken. Om het zonlicht te doen doorbreken. En dus gaan we er in 2018 een dikke lap op geven. Het kan anders en niets of niemand zal ons tegenhouden. Kom er allemaal wat bij. Merci en gelukkig nieuwjaar. Merci.